Nou jongens, ik heb deze hele schattige bakjes gemaakt. Het leek me heel erg leuk om iets Mexicaans te maken en ja, dat ook gewoon op een leuke manier te presenteren. Dus ik heb uit de wraps heb ik een cirkeltje gesneden en ik heb deze in een muffinvorm gedaan. En 7 minuutjes in een voorverwarmde oven op 180 graden en je hebt gewoon hele leuke bakjes. Ze ziet er gewoon gezellig uit op de tafel. En deze, ja, cirkeltjes, zeg maar, die wat over zijn, die gaan we niet weggooien. Die ga ik namelijk ook eventjes in de oven doen. En dan ja, kunnen we ze breken. En dan heb je ook nog een lekker crunchy dingetje bovenop je gerechtje. Wat gaan we maken vandaag? Want wat komt er dus in het bakje? Ik heb een kruidenmix voor enchilada. Had ik nog beneden in de kelder liggen. Die heb ik een hele tijd geleden in een to-go-to-go pakket gekregen. Maar ja, die was nu bijna 2 jaar houdbaar. Maar ik zag deze liggen. Ik denk, dat is misschien wel heel erg leuk. Dus ik heb ook kipfilet uit de vriezer gehaald. Want die zat een tijdje geleden in ons to-go-to-go pakket. En ik heb nog Mexicaanse wokgroenten in de vriezer liggen. Die ga ik er ook bij doen. Hier staat dat je hem alleen maar met kip moet doen. Maar ik dacht van ja, je hebt 500 gram kip nodig en 500 gram kip en gezeefde tomaten en dan weet ik veel wat allemaal. Dit is 300 gram kip, dus ik denk als ik nou wat minder kip doe en ik doe daar gewoon wat Mexicaanse groenten bij, wat wokgroenten bij, dan ja, heb je ook wel iets meer groenten. Dus dat ga ik dan maken en dan ja, eigenlijk hopen dat de kinderen dat ook lusten en lekker vinden. En als dat niet zo is, dan, dan wordt het boterhammen denk ik voor de kinderen. Of salades. Of ja, er zal vast zeker nog wel iets liggen wat ze wel lekker vinden. Maar ja, op deze manier kunnen ze wel gewoon proeven. En vinden ze het iets, dan weten ze dat. En vinden ze het niets, dan weten ze dat ook. Zo jongens, je hebt van die dagen, dan ben je een beetje inspiratieloos wat betreft het avondeten. En dat was ik dus vanochtend ook. Ik bedoel, vorige week was het 32 graden en dreven we zowat van onze stoelen af. En nu is het 17 graden en waait het heel erg hard. En ja, nou ja, waaien we bijna weg als we naar buiten lopen. Dus ik trok de vriezer open en ik zag het spot. Nou, daar is er dus wel weer voor. Maar ja, daar hoort natuurlijk ook een stukje vlees bij. En ik had nog een braadworst liggen in de vriezer. En ik had ook nog 2 speklapjes liggen in de vriezer. Dus dat gaat het worden vanavond. We gaan aan de hutspot met braadworst en speklapjes. Wat gewoon heel erg passend is bij dit weer op dit moment. Ja jongens, ik zie er een beetje, ik weet niet uit, het is echt heel druilerig weer en ik ben net met de honden buiten geweest, regen. Toen moest ik met Demi naar de orthodontist, regen. Ging ik naar de winkel, regen. Dus ik ben helemaal, ja, ik
vind dan dat ik er een beetje uitzie als een verzopen kat. Maar goed. We hebben nieuwe buren. De buren die zijn aan het werk in het huis. Dus ze hebben ons al gewaarschuwd dat we de hele dag getimmer kunnen horen. Want ze zijn van alles uit aan het breken. Hele leuke mensen. Ik kende ze al. Dus dat is altijd wel een voordeel als je nieuwe buren krijgt. Ik heb eventjes een rustig momentje waarin dat ik jullie mijn boodschapjes kan laten zien. Dus ik dacht, ik grijp dat momentje eventjes. Ik ben namelijk toen Damien bij de orthodontist op de bank lag. Hij heeft zijn overbeetbeugel eruit gekregen. Over een paar weken krijgt hij een plaatjesbeugel beneden. Dus we zijn alweer een stapje verder in het hele beugelproces. Toen ben ik heel eventjes de winkel ingeschoten. Ik moet nog terug naar de winkel, want ik ben natuurlijk wel wat vergeten. Maar ik laat jullie eventjes zien wat ik heb gekocht. Ik ben bij de Lidl naar binnen geschoten. Ik zag kaasschelpjes. Die hebben een tijdje geleden ook gehad en die waren best wel lekker. Dus ik dacht, ik neem ze nu ook mee. Dan heb ik eventjes een potje boter meegenomen, want die was op champignons. Want ik ben van plan om deze week nog schnitzels te gaan maken. Daar beginnen de buren. Ik hoop dat het allemaal nog een beetje verstaanbaar is. Ik heb hagelslag meegenomen. Een potje pasta, want die was op broodjes voor de lunch voor strakjes. Oh, dat is een beetje zwaarder dan ik dacht. 2 kilo uien. Die waren op 2 zakjes cassavekroepoek. Minaasjes. En 2 zakken stoepbrood. En donuts, maar die hebben we dus al op. In totaal was dit een bedrag van €17,59. Maar zoals ik al zei, ik moet nog heel eventjes terug naar de winkel. Want ik wilde dus vanavond bami eten. Daarom heb ik ook de kroepoek meegenomen. Maar ik ben de eitjes vergeten. Dus ik moet nog eventjes eitjes gaan halen. Vanavond eten we dus bami, want ik had een hele tijd geleden dit pakje nasi speciaal in mijn to-go-to-go pakket gekregen. Ik denk, nou dan kan ik die mooi maken, want ik heb nog wat rijst. En kipfilet, al ga ik de kipfilet niet voor de nasi gebruiken, ik ga de kipfilet gebruiken om kipsaté mee te maken. Maar ik heb, denk inmiddels 2 maanden bijna geleden zoiets, heb ik een Indonesisch buffet gemaakt. En daar zaten onder andere sajoerboontjes in en rendang. En daar had ik nog 2 bakjes van in de vriezer liggen. Ik denk, als ik die uit de vriezer haal en ik doe daar nasi bij en ik doe daar bami bij, ik maak kipsaté erbij, lekker eitje erbij, dan hebben wij gewoon een hele lekkere maaltijd voor ons viertjes. Deze bakjes die zitten niet helemaal vol. Ik heb ze net uit de vriezer gelegd. Ze zitten half vol dus. Het is prima jongens. Gewoon ja, een beetje lekker voor erbij, zeg maar. Dus dat gaan we vanavond eten. En dan ga ik de eitjes halen. Maar dat zie je hier beneden zo meteen staan. Wat die gekost hebben. Lieve mensen, ik was aan het kijken in de Too Good To Go app. Nou, eigenlijk opende ik hem gewoon een beetje, automatisch of zo. Ik moest nog broodpakketten gaan halen deze week. We hebben nog, ik geloof, 2 broden, 2,5 brood of zoiets in de vriezer liggen. Maar dat betekent wel dat ik een beetje de app in de gaten moet gaan houden of dat er broodpakketten beschikbaar komen. Want daar doen we een dag of 2, 3 mee.
Nu was het zo dat ik bij de Spar zag dat er 2 broodboxen te koop waren voor morgenochtend. Ik denk als ik nu niks bij de bakker kan krijgen, ik denk dan pak ik die 2 pakketten van de Spar. Dus ik opende op een gegeven moment, ik denk om 4:30, 5 uur zoiets, opende ik de app eigenlijk per toeval. Ik heb echt geen idee wat ik op die telefoon wilde doen, maar ja, soms open je dingen gewoon automatisch. En toen zag ik ineens dat bij de bakker een aantal pakketten beschikbaar was. Dus ik dacht, ik denk wat is dat? Dus ik klikte erop en ik kon 2 pakketten bestellen. Dus die heb ik besteld en 1/2 uur later heb ik ze opgehaald. En het is wel heel erg leuk, want mijn favoriete bakker die heeft sinds een paar maanden een 2e vestiging geopend. En dus is eigenlijk voor het eerst dat ik daar de broodpakketten heb opgehaald. Bij de andere vestiging, waar ik normaal gesproken de pakketten ga ophalen, daar krijg ik meestal voor €4,99 4 broden en een zak broodjes. Of gewoon een aantal broden en 4 broodjes, krentenbolletjes krijg ik er wel eens bij. En daar ben ik altijd heel erg blij mee, want we eten hier best wel wat brood weg. Ik denk dat hier echt wel ruim een brood per dag inmiddels doorheen gaat. Maar bij deze bakker, bij deze vestiging, was het dus niet geweest. En de dame legde het allemaal op de toonbank. Dus ik heb het in de tas gedaan. En ik heb al een beetje gezien wat erin zat. En ik vind het wel heel erg leuk om te laten zien dat we nu ook een zak hebben met allerlei andere broodjes. Harde broodjes. Zoals met tijgerbolletjes. Ja, en dit zijn natuurlijk de harde broodjes van vandaag. Morgen zijn die een beetje zachter. Dus ook een pistoletje. Het is eigenlijk een hard broodje, maar het begint al wat zachter te worden. Maar dat maakt in feite helemaal niks uit. Want als je een klein beetje water eroverheen druppelt en je doet ze in een magnetron, dan kun je ze gewoon eventjes lekker oppiepen, zoals we dat dan noemen. Dat is in de magnetron, in de oven bedoel ik. Dan kun je ze gewoon een beetje oppiepen. Ik denk als je ze een minuutje of 3-4 in de oven doet, dan zijn ze weer gewoon lekker knapperig. En heb je daar dus geen zin in, dan kun je ze gewoon doormidden snijden. Je doet er een klein beetje tomatenpuree of tomatensaus op. Je doet er een plakje ham op, een plakje kaas. En je hebt gewoon een soort van een tosti. Als je het dan nog eventjes in de oven doet totdat die kaas gesmolten is. Dus dat is eigenlijk best wel lekker. En daarnaast zit er ook een croissantje bij. Dus we hebben hier 6 harde, inmiddels niet meer harde broodjes, maar 6 broodjes in ieder geval. En een croissantje in de zak zitten. Dus dat is in elk geval wel heel erg leuk voor morgen voor de lunch. Daarnaast hebben we een zakje krentenbolletjes zit erin. Nou, daar zijn ze hier altijd heel erg blij mee met krentenbollen. Dat is toch wel favoriet, denk ik. Dan hebben we een zakje speldbroodjes. Ook heel erg leuk. En we hebben nog 3 halve broden. 1, 2, 3. En hier staan verder geen stickertjes op wat het dan precies is. Maar dit lijkt me iets van, volgens mij hebben we het ook wel eens een heel brood gehad. Iets van zaden, een donker brood in ieder geval. En dit is iets, ik denk, mais. Hier zit verder ook geen stickertje op. En dit is een speldbrood, een half speldbrood. Dus alles bij elkaar hebben we toch wel echt een heel erg leuk pakketje voor €4,99. En dan heb ik ook nog een ander pakket. En waar normaal gesproken dus de pakketten eigenlijk vrijwel hetzelfde zijn, is dit dus gewoon een compleet ander pakket. Het is een ander pakketje. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Want hier hebben we dus een heel groot stokbrood in. En die is dus ook al zachter aan het worden. Maar ja, zoals ik al zei, een beetje nat maken, een paar druppeltjes water erop, eventjes in de oven voor een minuutje of 4-5 en je piept zo het brood op. En morgen is die dan weer gewoon hard en knapperig, dus dat is lekker. Dan hebben we nog 10 puntjes. Ook hier een hele zak vol met broodjes, ook weer 6 harde broodjes en een croissantje zit erin. Het is heel erg lekker. Ik denk dat ik straks, ik snack vaker. Meestal tussen 9 en 10 als ik op de bank zit, dan krijg ik honger. En gisteren heb ik nog 2 asperge-ragout broodjes klaargemaakt. Een andere keer dan pak ik een zak chips. Maar ja, het is niet goed om iedere avond te gaan zitten snacken natuurlijk. Dus ik probeer echt een beetje fruit en soep en dergelijke te eten. Maar ja, zo'n croissantje is natuurlijk wel heel erg lekker vanavond op de bank. Dus dat gaan we misschien doen. En dan hebben we ook hier 3 halve broden in zitten. Ook dit is een speldbrood. Dit, geen idee. Dus ook weer dat maisbrood. En dit is ook weer dat
zadenbrood. Dus ja, er heeft eigenlijk een beetje van alles op gelegen. Maar goed, dat maakt verder niks uit. En ook voor dit pakket heb ik dus €4,99 betaald. Dus in totaal €9,98 voor twee broodpakketten. En nou ja, hier komen wij zeker wel de week mee door. En daar ben ik heel erg blij mee. Nou jongens, in mijn video's heb ik al vaker verteld over het feit dat Damien ja, aan het beugelen is. Dat hij dus nu zijn derde beugel inmiddels al krijgt. En daarop kreeg ik van jullie de vraag hoe het zit met onze zorgkosten. Nou, ik moet zeggen dat ik heel erg slecht ben in het hele overstapgedoe. Ik heb namelijk al zo'n 15 jaar dezelfde zorgverzekering bij de CZ. Ik heb destijds voor die zorgverzekering gekozen omdat Dave en ik ja, heel graag zwanger wilden worden. En in dat pakket, ik durf niet eens te zeggen welk pakket dat het is, daar zat kraamzorg in. Het pakket wat ik daarvoor had, dat was een jongerenverzekering geloof ik. En daar zat geen kraamzorgvergoeding in. Dus toen ben ik overgestapt naar de andere verzekering omdat daar dus kraamzorgvergoeding in zat. En ik ben daarbij gebleven omdat we na Damien ja, eigenlijk heel snel een tweede kindje wilden. Helaas liep dat uit op twee miskramen, eentje in 2007, eentje in 2008. Maar ja, dus ook in 2008 hadden we dezelfde verzekeringen. Toen kwam Damien, die kwam in het ziekenhuis terecht. En ook het Ronald McDonald huis, waar dat wij toen moesten verblijven gedurende 2 weken. Dat werd voor een groot gedeelte vergoed door die verzekering. Dus ja, wat dat betreft besloten we om toch bij die verzekering te blijven. In 2009 werd Damien geboren, dus toen hadden we die kraamzorg natuurlijk wel nodig. Maar met Damien ging het fysiek gezien een beetje op en af. Het ene moment ging het wel oké, het andere moment ging het iets minder. Zijn neurochirurg heeft toen ook tegen ons gezegd van ja, we moeten hem wel in de gaten houden. Want op momenten dat hij een flinke groeispurt krijgt, kan hij ook weer fysiek best wel wat problemen krijgen. En heb je kans dat er een nieuwe operatie moet komen. Hij had toen het vermoeden dat het rond de leeftijd van 7 à 8 jaar zou zijn. En inderdaad, op zijn 7e in 2014 kwam hij opnieuw in het ziekenhuis terecht. En toen hebben we weer 2 weken overnacht in het Ronald McDonald huis. Wat dus gewoon weer door die verzekering netjes vergoed werd. Nou, in 2015 besloten we om voor een derde kindje te gaan. En helaas liep dat ook wel uit in een miskraam. In 2016 raakte ik zwanger van Landon. Dus die is in 2016 is die geboren. Ik heb die verzekering, die heb ik niet omgezet. Omdat Landon, ja, die werd een beetje aan het einde van het jaar geboren. Meestal moet je in december gaan kijken. Voor andere verzekeringen stond mijn hoofd toen helemaal niet na. Dus ik heb het lekker laten lopen. En in 2017 werd door de tandarts aangegeven dat Damien, ja, moest gaan beugelen of mocht gaan beugelen in feite. En hij zou verschillende beugels krijgen. Dus ik dacht van, nou ja, ik ga eerst eventjes contact opnemen met de zorgverzekering om te kijken hoe dat het zit met vergoedingen. Want ik wist van een vriendin dat bij haar zoon de vergoedingen ja, niet volledig waren. Ik geloof 75% werd vergoed en de overige 25% moest ze zelf betalen. Dus ik dacht, ik vraag het eventjes na. En tegen mij werd dus gezegd door de medewerker van het CZ van, nou ja, hoeveel beugels dat hij ook moet, hoe lang dat hij ook aan het beugelen is. Alles wordt gewoon vergoed, dus ja, ga je gang. Dus in 2018 is Damien begonnen met zijn eerste beugel. Hij heeft toen boven het gemelte een beugel gekregen om ja, zijn bovenkaak iets breder te maken. Dat heeft hij 1 maand of 9 gehad. Toen heeft hij boven een plaatjesbeugel gekregen. Hij heeft ja, voor de onderkaak, zeg maar, die moest naar voren toe geduwd worden. Want hij heeft een overbeet, of de bovenkaak naar achter, weet ik niet in ieder geval. Hij had een overbeet en dat moest ja, hersteld worden, zeg maar. Dus daar kwam een andere beugel voor. Die beugel is er dus nu uit. De plaatjesbeugel boven heeft hij nog en binnenkort krijgt hij dus de plaatjesbeugel hier beneden. En tot op heden heb ik nog geen enkele ja, rekening van het CZ gekregen. Dus tot nu toe is gewoon alles vergoed geworden. We blijven dus bij deze verzekering, want ja, hij heeft voor ons zeg maar de meest belangrijke dingen voor ons ja, die vergoed moeten worden, waaronder dus de beugels. Ja, de zwangerschappen. Al weet ik niet of dat er bij ons nog een zwangerschap gaat aankomen. En dan op de derde plaats, wat voor ons heel erg belangrijk is, dat is dat ja, het Ronald McDonald huis vergoed gaat worden. Want ja, Damien blijft toch zijn fysieke problemen houden. En we merken nu ook weer dat hij ja, met momenten wat achteruit gaat. Dat hij wat meer moeite krijgt met dingen. We hebben binnenkort in de zomervakantie ook weer een afspraak
met de kinderarts om te kijken ja, hoe dat het nu gaat. En of dat we weer stappen moeten ondernemen voor wat onderzoeken. Maar dat is een heel ander verhaal. Ja, we hebben dus de CZ-verzekering en we betalen, ik geloof, €385 per jaar aan ja, eigen risico als we dat hebben. Als we dat niet hebben, dan hoeven we dat niet te betalen. Maar ik heb dus ook begrepen dat je die €385 kunt verdelen over het hele jaar en betalen ze zo'n €38,50 per maand aan eigen risico. Gebruik je ze niet, heb je ze niet opgemaakt, dan krijg je het geld gewoon weer van de CZ teruggestort. Nou, wij doen dat niet. We hebben gewoon die €385 eigen risico en ja, that's it eigenlijk. Dus de burger die wordt volledig vergoed en dat is voor ons het allerbelangrijkste. De kraamzorg die werd voor ons vergoed en dat was voor ons in eerste instantie het belangrijkste om op deze verzekering over te stappen. En het Ronald McDonald Huis, daar zit een mooie vergoeding voor in deze verzekering. En dat was voor ons ook een heel belangrijk ding om voor deze verzekering te kiezen en bij deze verzekering te blijven. In totaal kosten deze zorgverzekeringen ons een kleine €300 per maand. We krijgen natuurlijk ook een zorgtoeslag en dat is iets meer dan €150 per maand. Dus de zorgverzekering kost ons zo'n €150 per maand. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe met jouw zorgverzekering zit. Wat was voor jou het belangrijkste punt om voor jouw zorgverzekering te kiezen? Was dat inderdaad ook een kraamzorg of had het te maken met beugels? Had het te maken met het financiële stuk? Ben je dan ook meer geld kwijt aan je eigen risico? Laat het me eventjes weten in de reacties hier beneden. Zo lieve mensen, we zijn weer aan het einde gekomen van deze video en in totaal gaf een bedrag uit van €29,07. Voor nu wil ik heel graag bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Geef dan zeker eventjes een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal om geen enkele video te vermissen.